Zijn er nog nieuwjaarswensen? Hoe zeg je het ook weer? Heb je nog goede voornemens? Nou ja, ik heb één hele goede. Dat ik met pensioen ga dit jaar. Oh, maar toch niet van het carnaval of zo? Nee, dat gaat door, hè? Daar ga ik mee door. Ja, ik wou in het volgende leven wou ik als mezelf terugkomen. Dat was mijn goede voornemen. Ja. Nou, in principe heb ik een goed voornemen en dat is om geen voornemen te nemen, omdat van de meeste voornemens niks van terecht komt. Ja, en meestal als ik ze uitspreek, dan denk ik al van nee, dat gaat helemaal niks worden. Dus daarom heb ik dit jaar als goed voornemen genomen om geen goede voornemens te nemen, zodat ik ze ook niet na kan komen. Nou, hartstikke bedankt. Succes ermee met de goede voornemens. Oké. Hey Chris, de beste wensen. Hey, jij ook de beste wensen, joh. Hier, ik sta er ook op. Hey, weet je, mijn voornemen is dat ik in mijn volgende leven kom ik als mezelf terug. Oh, beter. In onze samenleving, in onze stad, in de wereld en misschien ook wel bij u thuis. Dames en heren, van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2016. Wow. Het is anders. Ik vind het een bijzondere eer dat ik namens het MKB Deventer, namens de DKW, namens Saxion Hogeschool, het directeurenoverleg culturele instellingen en natuurlijk de gemeente Deventer, dat we samen met elkaar dit nieuwjaarsfeest met elkaar vieren en belangrijk vinden om een aftrap te maken in een nieuw seizoen, in een nieuw jaar. Namens die partij. Zij hebben geweren, maar wij hebben kaarsjes en bloemen. Dames en heren, ik kan al een klokje over schrijven. Het is bijzonder dat we dit gebouw deze week echt in gebruik hebben genomen. En dat u nu als inwoners, ondernemers in deze stad, voor al uw zaken, voor al uw gemeentezaken op één plek terecht kan. Het is niet in de eerste plaats het huis waar de gemeenteambtenaren en het bestuur zit. Het is het huis van de gemeente, het huis van de gemeenschap. En ik hoop dat we elkaar daar echt op allerlei manieren de komende jaren, decennia, misschien wel eeuwen zullen ontmoeten. Een gebouw, als ik het in alle bescheidenheid mag zeggen, dat een aanwinst is voor Deventer. Die architectuur van Michiel Riedijk, die is even spraakmakend als, gek genoeg ook, vanzelfsprekend. Het hecht eeuwenoude panden op een natuurlijke manier aan nieuwbouw. En door het Deventer raamwerk zetten zo'n 2300 Deventenaren via hun vingerafdruk, hun persoonlijke stempel op dit gebouw. In de week van 11 april vindt de officiële opening plaats. U krijgt, net als andere Deventenaren, daarvoor een uitnodiging, maar noteert u het alvast in uw agenda. Het is minstens een hele week feest. Had ik het trouwens al verteld dat Stadhuis een van de duurzaamste overheidsgebouwen in Nederland is, we gebruiken zelfs onze trouwe vriend de IJssel als bron voor het verwarmen en het koelen van dat stadhuis. Overigens is in 2015 ook een hele belangrijke veiligheidsupgrade van die IJssel afgerond. De projectruimte voor de rivier heeft de kans op overstromingen door klimaatverandering fors verminderd. En en passant zijn ook nog eens een keer zo'n 26 bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. En al die maatregelen bij elkaar en het aanzicht van Deventer er bovendien alleen nog fraaier op gemaakt. Ja, na de klimaattop van 2015 december staat dat thema met rood omsingeld op de beleidsagenda's wereldwijd. Veel van wat ons nu en de afgelopen decennia zo vertrouwd was, staat ter discussie en zal binnen een generatie leiden tot hele grote veranderingen. En volgens mij is het dom om deze ontwikkeling te zien als bedreiging. Zeker voor onze gemeente, voor onze regio, liggen hier echt enorme kansen voor nieuwe business en nieuwe banen. En dan moet je wel het lef en de inzet tonen om samen op kop te willen gaan. Het woningabonnement in Deventer vind ik daarvan een heel mooi voorbeeld. Lokale en regionale samenwerking tussen bouw en installatie. Aan u de kunst om de bal op de middenstip te leggen en hij die hem vangt heeft de bingo. Let op!
voor het EK 2017. What makes a small town great? A rich history with new dynamics and proud people. A place where everybody knows your name. With a profound love for football since 1902. Bringing you the best events of the Netherlands is what moves us. What moves you? Mislukken, dan zouden de twee al succesvol zijn. Cheers! Wat? Oh nee, zalm is natuurlijk het lekkerste. Ik ben hier zalm, ja. Dank u wel. Beste mensen.